Perfect. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is weer een nieuwe dag aangebroken, al lang al. Het is alweer ook 12:15. En ja, ik krijg weer een huishoudelijke hulp. Die is in aantal. De deur gaat daar al open. Maar ze mag dus niet op de vlog. Maar dat boeit me allemaal niet. Nu, ik weet niet dat het behoorlijk koud is. Dat er een koud verkleumd vrouwtje eraan komt. Maar ja, maakt niet uit. Ik ben met koffie bezig. Frodo die legt daar. En ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Want ik ben met de pc bezig, want ik had vanochtend werken. Maar het is niet gelukt. Nee, het was maar 3% geüpload bij YouTube. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Ja, dus moet ik hem zo even opnieuw opstarten. Ik heb hem nou net schoongemaakt. Ik start hem zo opnieuw op. En dan komt het allemaal goed. Je hoort Frodo al blaffen. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Mijn huishoudelijke hulp die kwam dus om 12:30. Dat weet je. Want ik was aan het vloggen tot zodra ik kwam. Het was 12:15, laat ik het zo zeggen. Ze was dus bij tijd, maar koud natuurlijk, dus hier te warm worden. Ze wou een beker thee, dus ze heeft thee gekregen van me. Maar ze is doorgegaan tot even vlak voor 2:30. Toen heeft ze wou geen drinken meer en toen heeft ze wel nog een tijd aan de deur, aan tafel gezeten om met de map bezig te zijn en dingen te corrigeren, weet ik veel wat allemaal. En heeft ze ingeschreven wat ze gedaan heeft. Ze heeft ook een heleboel weggestreken. Daar ben ik heel blij om. Ik heb het nog niet gezien, maar dat zie ik morgen wel. Want ik ga niet naar boven toe wanneer het niet nodig is. Als ik boven ben, ben ik boven en dan kan ik het opruimen. Nou ja. En morgenochtend red ik het ook niet, want dan moet ik morgenochtend vanaf 9 uur moet ik de poort al open hebben staan. Want ook dat, ik werd vanochtend vroeg opgebeld door de van mijn scootmobiel. Weten jullie wel? Er komt weer een monteur langs, dus ik ben benieuwd. Ja, dat ik. Hij haast te denken om de scootmobiel, mijn booster dus, binnen te zetten. Hier is het warm, daar is het koud. Dus ik denk dat ik hem naar binnen haal. Ja, zorg dat ik beneden ben, poort open doe en dat ik hem nog gelijk naar binnen zet. Ja, dan kan hij het binnen doen, kan ik het ook binnen zien. En daarna uitproberen desnoods en dan daarna gelijk in de schuur weer opruimen. Maar oké, dat zien we dan wel weer. Moet ik morgen dus weer bij tijd eruit, nog eerder dan nou. En nog eerder dan gisteren. Ik ben de hele week al vroeg. Enkel nou moet ik nog vroeger. Maar dat maakt niet uit. Want de 11e van de 12e. Ik weet niet of ik mijn bed dan krijg te zien. Nee, dat weet ik niet. Maar dat zien we dan wel. En Frodo die wil weer eens luisteren, die zit ze eigenlijk te likken. Ja, weet je hoe? Met zijn kap om, zit hij ze eigenlijk te likken. Draait zijn kop dus om naar de plek waar hij moet likken, maar hij kent toch niet meer die tong eruit? Nee, dan zit hij die kap te likken. Weet je wat dat voor een rotgehoor is? Het is sowieso een rotgehoor, dat geslobber, maar... Jeetje, Mina, mafbeest. Echt een mafbeest. Hé, echt een mafbeest ben jij. Hé, hey, Frodo. Frodo? Ook nog Oost-Indisch doof? Ook nog Oost-Indisch doof? Ja, hè? Lampenkap?
En Ewin, nou ja, wat denk je? Die ligt op patroon. Lief, hè? En Gandalf, ja, die lag net op de feestbank, maar daar is hij vertrokken. Dus ik denk of naar buiten met haar mee, of haar is naar boven. Nou, ik zou de vaat in de vaatwasser doen, maar de vaatwasser die stond, dus die staat nou schoon te maken. Die is bijna klaar, nog 3 minuten. Dan moet ik hem nog eens spoelen. Dus ja, hoe laat ik die afwas drinken en doen, weet ik niet, maar dat zien we wel. Het wordt in ieder geval gedaan. Er wordt aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar eerst moet hij ook schoon wezen. Anders is het niet prettig, hè? Ja, en dit is niet smerig. Dat is met lijm allemaal. Ja, is lijm overheen geweest. Dus ja, dat krijg ik er niet af. Nou, misschien ook wel, hoor. Moet ik even kijken hoe en wat. We gaan dat ook eens een keer proberen. Ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet ook nog even in de vriezer kijken, in de schuur. Of ik daar peen en ui heb leggen. Zo ja, hoef ik niet weg, dan neem ik het mee daar vandaan. Hekken daar niet, moet ik wel weg naar de deken om het even te halen. Maar dat zie ik straks wel. Ik hou jullie op de hoogte. Tot zo. Ja, lieve vrienden, ik hoef er niet weg. Nee, ik hoef er niet weg. Ben ik blij mee. Enkel naar de schuur. En daar lag nog in de vriezer een zakje peen en ui. Dus morgenavond, wat Astrid graag wil, het spot. Ja. Enkel, ik gooi er een soortje kruiden erdoor. Zodat we een beetje een Chinees-achtige tint hebben. Ja, lekker. Frodo die had net een beetje aan het eten geweest. Haar had er een koekje bij. Ik ga mijn groenten voor vanavond klaarmaken. En als ik al overhoud, dan heb ik zaterdag ook weer. Ik ga aan de broccoli. Dat vind ik lekker. Ga ik lekker even koken. Dus ja, we zien het wel. En ze zijn er boven gek. Echt wel. Ga eens met die kou. Boven aan het bouwen. Er komt een heel verdieping erbij. Dat was over een schuur. Ze hebben daar een schuur. En dat was hun dakterras, laat me zeggen. Maar nu zijn ze daar aan het bouwen. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Deze moet draaien. Zo. En dan zal ik even inzoomen. Daar zijn ze aan het bouwen en dat in die kou. Oei, 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 oei. Liever dan ik. Oh ja, meisje. Is dat zo? Hè? Is dat zo, wijfie? Ja? Wat ga je doen allemaal dan? Hé, hallo, wat gaan we doen dan? Niet veel dus. Nou, dan niet. Dan draai ik hem weer om naar mezelf, hoor. Ja, als je niks meer zegt, dan doe al mijn stoel niet. Ja, dat komt door die rotvloer. Daar was mijn mannetje Jack ook zo boos om. Die vloer die is niet geëgaliseerd. Ja, dus mijn vloerbedekking, althans PVC-vloer, die gaat gewoon naar de knoppen erdoor. En wie zal betalen, zoet de lieve Gerritje? Nee, die kost het weg voor jezelf. Maar als jij een woning toegewezen krijgt, die aangepast is, wat ook van de WMO moet, aangepast of een gelijkvloer, nou het was een aangepaste, en dat stond ook in haar brief, maar ze wil haar brief niet zelf even weer nalezen. Dus ja, dan krijg je problemen en dan wordt je vloer niet geëgaliseerd. En dat had wel gemoeten. Maar ja, we hebben betonrot en ik weet niet wat ik eraan doen moet. Maar vooruit zitten waar ik zit. En mijn vloer gaat naar de haaien, door haar schuld. En nou, gegarandeerd krijgt ze dat TZT wel te horen van mij, hoor. Ja, want ik laat het er niet bij zitten. Nee.
En ik kan het niet alleen nog doen. Ik heb het toen nog samen met mijn mannetje gedaan. Jack was zijn naam. En hebben het samen gerealiseerd. Wel, het waren in 14 dagen, als het niet langer is geweest. We hadden eerst oude laminaat hadden we leggen, dat moest eruit. Dus beetje bij beetje hebben we dat eruit gehad, want we moesten er ook in blijven leven. En dan moest ik weer zuigen, dat gedeelte. Dan ging hij dat dichtmaken, er zaten gaten in het beton, ging hij dat dichtmaken. En dan moest het drogen, 24 uur. Daarna moest ik het weer zuigen, ging die weer, want al die korreltjes gingen. Het is gewoon betonrot, dus daar is niet tegen te werken. Er moet gewoon eigenlijk een nieuwe vloer erin gegoten worden. Maar daar heb ik het geld niet voor. Dat had toen gebeuren moeten, door de WMO. Want wij kregen dit huis toegewezen. En toen trok zij terug van nee. Ik heb niet gezegd van een aangepast, ik heb gezegd een gelijk vloer. Nee, ik heb die brief nog. En daar staat het duidelijk in. Gelijk vloers of een aangepaste. Het is een aangepaste. Dus dan is het toch goed? Maar ja, volgens haar niet. Maar komt tijd, komt raad. Dus komt allemaal wel goed. Ja, ik zit er 1, 2, 3 niet over in. Enkel, ja, ik heb wel eens eventjes zo iets dat mijn stoel even niet wil. Nou ja, dan moet ik eventjes achteruit en mijn wieltje draaien en dan gaat het wel weer. En dus, maar oké, ik ga de groenten doen en ik ga koffie doen. Dus komt allemaal goed, ik zou zeggen. Tot strakjes maar weer. Doei, doei. Hey, lieve vrienden. Hallo. Ja, we zijn weer eventjes terug. En ja, het is, hoe laat leven we eigenlijk, weet ik niet eens. Het is 12:08. Ja. Dat, ja, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Dat, ik zou zeggen, wel trusten allemaal en lekker slapen. En natuurlijk morgen gezond weer op. En, ja, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Mijn hondje ligt daar, Frodootje. Hé? Maf Kees, hij viel er net soort van de bank af met zijn kont hier tussendoor. Natuurlijk de leuning. Hé, ja nou. Hé, viel hij daar bijna weg. Oh, goeie. Maar oké, okay, ik heb nog even een bak koffie gemaakt, want ik heb het koud. Toch zat ik al gewoon, dus het zal wel aan mij leggen. En ik ga nog even Facebooken. Want, ik heb wel wat gedaan, maar niet veel. Dus ja. En ik ben voor Karin en Roderick aan het werk geweest. Ik heb even voor de groep aan het werk geweest. Voor Astrid en mij. Omdat ze zal daar wel van opkijken. En ik zie dat er mensen zijn die mijn vriend willen raken met mij. Nou, ik vind het altijd best, zolang het maar niet mensen zijn vanaf het buitenland die meer willen dan dat ik wil. En dat zijn dan mannen. Ja, nou, ze bekijken het maar. Hè? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. En gezond opstaan, hè. Ja, ook dat. Doei, doei.